De verandering die we zien is dat bij het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden en projecten in het verleden de werkpakketten vooral in kleine stukjes werden opgedeeld en onder directe supervisie van opdrachtgevers werden uitgevoerd. Wat we zien als een ontwikkeling op dit moment is dat de opdrachtnemers de integrale verantwoordelijkheid krijgen voor het volledig uitvoeren van die onderhoudswerkzaamheden. FOMI is een vereniging. Het is de vereniging van dienstverlenende ondernemingen in de procesindustrie. En de FOMI-leden voeren onderhoudswerkzaamheden en projecten uit op procesinstallaties, zoals bijvoorbeeld raffinaderijen. Het belang van de vereniging is dat we de leden proberen te ondersteunen bij het inspelen op de veranderingen in de procesindustrie. Hulvinger is een belangrijke aannemer in de procesindustrie. We werken voor petrochemische bedrijven. We leveren stijgerbouw, isolatie, painting, tracing en asbest. De link met de vereniging is dat we met de vereniging en een aantal lidbedrijven managementopleidingen ontwikkelen. En doordat we dat samen doen, zie je dat de opleiding praktijkproef is. En we die onderwerpen behandelen die we ook echt behandeld willen zien. En dat kan zijn contract, projectmanagement en vooral ook soft skills zoals leiding geven en omgaan met de klant. Wat ook de kracht van de vereniging is dat je met verschillende lidbedrijven in één vereniging zit en je elkaar daarin kan helpen en ondersteunen. Ze hebben verschillende disciplines. Stijgerbouw, isolatie, mechanical werkzaamheden. En we kunnen ook goed van elkaar leren en we kunnen elkaar helpen om die managementvaardigheden beter te ontwikkelen. Nou, het advies is om te blijven investeren in opleiding en ontwikkeling van personeel. Omdat dat helpt de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie en voor ons dan de Nederlandse procesindustrie te versterken.